aangekomen in de Vallée de Mai. En waarvoor zijn we hier? Je hebt hier een hele speciale kokosnoot. Die groeit maar op 2 eilanden van de Seychelles en voor de rest in de wereld nergens. En dit is dus die beroemde kokosnoot. Die kan tot 25 kilo wegen. Het is allemaal aangelegd, speciaal om de kokosnoot te zien. Lekker cool. Meet the Jai. Oh, zie je. Wow. Oh ja, dat was ik nog vergeten te vertellen. Dit wordt gezien als de tuin van Eden, omdat hier hele oude planten zijn. Kijk, zoals deze plant, dat is niet normaal. Echt nieuw. Kijk, daar in de boom hangt hij weer. Kijk, en ze waarschuwen ook dat er vallende kokosnoten zijn. Die wil je niet op je hoofd krijgen. Nee. Snel lopen. Dit park is beschermd door de overheid en dan kun je 1400 coco de mer bomen. Oh, mooi. Deze plek is heel erg beschermd. Het is ook een UNESCO werelderfgoed. Daardoor vragen ze wel redelijk veel geld voor de entree, maar het is echt een unieke plek. Daar vliegen er. Nog een reden waarvoor we hier waren was het zeldzame zwarte papegaaitje. Er was een goede kans dat we deze hier tegen zouden komen. Tom zag ze vliegen. Of zag hij ze echt vliegen? Het kan dus tot 250 jaar duren voordat je een kokosnoot hebt, een coco de mer. Aangekomen bij een hele speciale boom uit de Seychelles. De Creoolse naam hiervoor is Fakwa Parasol, omdat de bovenkant een parasolletje heeft eigenlijk. En deze vruchten komen eruit. Deze is al rijp, die is eruit gevallen en die wordt opgegeten door de vleermuis die hier 's nachts komen. En dan heb ik nog een grappig weetje. De coco de mer heeft vrouwelijke vormen en vroeger was het dus heel Oh, dat vind ik ook opstoot vlak bij die mensen. Oh. Wow. Nou, die verwijnen het. We hebben echt geluk. Oké, wat kan ze dan vertellen? Hij heeft een vrouwelijke vorm. En vroeger werd het door de koninklijke familie gezien als een echte schat. En tegenwoordig is het nog echt super duur. 200 tot 700 euro kan zo'n noot kosten. Dus. Kan je meenemen? Een neppe, ja, een made in China.
is een echte. Dit is dus een Coco de Mer. Zie? De vrouwelijke vormen. Wat weegt dat hoor, moet je voelen? Ja. Maar ik draag. En? Wat weegt die? Ja hè? Dat weegt echt 25 kilo. Ja, die is goed. Na de wandeling in de Vallée de Mai besloten we om naar de nabijgelegen waterval te wandelen. Je kunt hier geen auto parkeren, dus je moet er sowieso wandelend naartoe. Het is ongeveer 10 minuutjes bergafwaarts. We hebben de waterval gevonden. Je moet er wel voor door een soort van hek willen kruipen, maar kijk eens. Waar is de waterval? Hey Sas, hoe is het hier? Thanks for watching and don't forget to subscribe. Bye!